is de strippenkaart. En dat is toch een mooi initiatief? Ja, wij hebben dus een strippenkaart gemaakt. Daar staan 10 verschillende sporten op. En er doen meer verenigingen mee en er komen er ook steeds bij. En op school, op de kinderen van, die op de basisschool zitten van groep 4 tot en met 8, die kunnen eraan deelnemen. 1 strippenkaart die kost €5 en de opbrengst gaat naar Stichting Leergeld. Het zijn 10 verenigingen? Nee, 10 sporten. Het zijn heel veel verenigingen. Ja. En er komen er ook steeds meer bij. En je moet zelf 10 verenigingen invullen op je strippenkaart. En dan moet de vereniging zelf kiezen hoe vaak je mag proberen. Of je 1 keer mag proberen, of misschien wel 5 keer. En er staat dan ook het telefoonnummer van de vereniging bij. Dus dan kun je contact met ze opnemen. Wanneer jouw leeftijdsport kan je dan uitproberen? Ja, je staat op een strippenkaart. Ja. En die strippenkaart die kunnen kinderen kopen. Die kost €5. En het geld gaat naar, ja, heel goed, Stichting Leergeld. Wanneer kan je die strippenkaart kopen? Strippenkaarten worden na de meivakantie, dus de eerste week na de meivakantie worden die op school afgegeven.